Hallo mensen, welkom bij Rollercoaster Koen 3 en ik ga bouwen. En kijk je mee en na het intro. Okay, people, let's go to work. Niks aan de hand. Ik liet een lepeltje vallen. Niks aan de hand. Haha! Nou, Minnie, wat zie jij er lekker uit? Haha! Nou, Mickey. Nou, dat vind ik wel lief dat je dat tegen me zegt. Haha! Ja, nou, graag gedaan hoor, Minnie. Maar ik ga op reis. Ga je mee? Nou, oké. Okay. Minnie vindt het goed. Ze gaan op reis. En ik heb stiekem weer verder gebouwd. Ik moet me schamen, ik weet het. Wat heb ik gedaan op de baan? Ik heb trackpads neergezet. Zoals je hieronder bij mij kan zien. Dit zijn trackpads. En dat betekent dat er twee lijnen langs de baan komen. En dat heb ik eigenlijk heel het traject gedaan. Jullie weten inmiddels de layout. Dit is de layout van mijn attractie. Je ziet ook als ik uitzoom, zie je de trackpads verschijnen. Als je inzoomt, zie je dus het totaaltje. Nou, je ziet, ik heb een hele set al aangekleed. Ik heb hier gewoon wat gebouwd. Het zijn gewoon kleine stukjes dak. En ik zie trouwens dat ik hier wat ben vergeten hier. Een klein hoekje. Dus dan gaan we dadelijk even opvullen. Alhoewel, dat is met dit kleursteen gedaan. En nu weet ik niet waar dit kleursteen bij zat. Volgens mij zat het bij een Main Street gedeelte. Dat is vervelend. Dat ik dan weer gelijk in het begin van de video moet gaan zoeken. Omdat ik weer een nodige fout zie. Van mijzelf, hè. Dat is een duidelijke fout van mezelf. Het is jammer dat Rollercoaster de functie niet hebt om iets te kunnen duplicaten. Dus dat je zoiets hebt van je pakt de beet van ik wil nog een stuk vloerbedekking van wat ik heb geplaatst en ergens tussen al die stupid dingen ziet staan. Maar dit wordt echt een Disney attractie. Dus een echte heerlijke Disney. Kijk eens hoe schattig. Maar ik kan het er amper doorheen zien. Dus ik moet hem iets naar voren brengen. Nee, dat gaat er niet goed uitzien. Ik ga ze gewoon random plaatsen. Ik ga kijken waar ik hem plaats. En misschien dat ik het zo doe. Oh, wat lief. Dit is zo lief. Oh. Maar, oké. Sorry mensen. We gaan een bepaald thema gebruiken voor deze attractie. En dan keer ik toch maar weer terug naar mijn medieval set. En waarom? Omdat mijn medieval setje wel een van de mooiste setjes zijn die er is. Vind ik persoonlijk. Ja, ze staan gewoon op het grasveld. En Mickey en Minnie Mouse, die staan daar gewoon een beetje te chillen. Lekker bij deze, ja, ik weet niet, deze gate. Zo. Het ziet er wel schattig uit dit. Ja, je moet wat, hè. Je moet wat. En een leuk dakje zo. Is dat leuk? Het ziet er wel echt schattig uit, hoor. Even kijken. Ik ga eens kijken of ik iets mooiers kan doen hier. En misschien, dit ziet er zo schattig uit. Als je zo'n huisje hebt. Oh, ja, ik leef me altijd helemaal in zo'n attractie, weet je wel. Van, dan heb je zoiets van, hoe zou het voelen als ik in die attractie zat? En wat zou ik graag willen zien in die attractie, hè? Dat zijn altijd dingen die je zelf afvraagt als je zoiets bouwt. Hartstikke leuk. Ja, ik vind dat verschrikkelijk leuk. Altijd een beetje inleven in wat je bouwt. Kijk, die boom kan daar weg. Zo, je komt eraan en je ziet dit. Nou, ik vind dit leuk als ik dit zo ziet. Ik wil best aan jullie laten zien, maar we gaan gewoon verschillende delen thematiseren de attractie, hè. Dan gaan we dus allemaal dingetjes bouwen, hè. En dat moet er dan, natuurlijk wel goed uitzien, hè. Want anders denk je van, nou, kijk je zo'n Rollercoaster Tycoon video. Hou maar op, Vincent, wordt vervelend. Bedankt voor het aangeven, Vincent. Dat je zelf gewoon aangeeft wanneer je vervelend bent. Kijk, ik doe een raampjes erin. Oh, dat ziet er zo schattig uit. Ik vind het leuk. Dit is gewoon een keiharde goedgekeurd. Nou moeten we natuurlijk wel realistisch bouwen. En dat is natuurlijk een iets wat niet leuk is. Dat kan leuk zijn. Het moet niet leuk zijn. En dat is inderdaad dat je, realistisch bouwen. Je natuurlijk dat je gewoon, kijk, dat je gewoon in show die dingen in chat. Dat de achterkant ook een beetje normaal eruit ziet. Zo. En dan bouwen we hier ook natuurlijk nog een streepje. Zo. Kijk, dan staat het gebouw
in ieder geval wel een beetje netjes. En de bovenkant, het maakt niet uit dat er gaten in zitten. Het is decor, hè. Decor mag altijd, hoeft niet per se helemaal afgewerkt te zijn. En flippeltjes en flapjes. En dit is trouwens mijn microfoon. Dit is het hoekje van mijn microfoon in mijn webcam. Nou, de volgende set thematisatie kan ik misschien hierin doen. Ik heb een huisje alvast gepland daar. Dit is echt een gepland huisje. Van, oh, we gaan naar de Lullaby, Lullaby Jerry. En dan pakken we ook weer Donald Duck. Want Donald Duck wil ik dat hij ook in de attractie zit. Mijn favoriete karakter. Die staat lekker bij de deuropening. Wat schattig. En Donald Duck is natuurlijk wel een klein eentje. Ja, dus, en nu heeft hij oren. nee, we gaan hem wel... Mickey Mouse kunnen we ernaast doen natuurlijk. Dat is ook wel leuk. Mickey Mouse en Donald Duck spelen ook mee. Of natuurlijk de magier. Oh, de magier speelt ook mee. Minnie de magier. En Minnie de magier, die staat er gewoon lekker te chillen. En wat dan leuk is, als wij dan het spel even opslaan. Want ik heb natuurlijk weer wat gedownload. En dan weet je niet of mijn spel vastslaat. Want dat hebben we ook een paar keer gehad. En dit wordt trouwens ook weer een lekkere lange aflevering. Een lekkere langere bouwaflevering. Daar heb ik gewoon zin in. Je hebt af en toe gewoon zin om lekker eens een aflevering op te nemen. En nou ben ik met deze attractie bezig. En dat doet mij deugd. Dat doet mij zeker deugd. Ik pak gelijk de space... Jullie denken, waarom pak Vincent het space gedeelte? Dat is juist omdat hier een muur in zit met allerlei sterretjes. En die sterretjes moeten natuurlijk wel... Kijk, oh, dit is prachtig. Kijk, allemaal glinsterende sterren hier. Zie je het? Allemaal hier rond het hele gebied... Allemaal glinsterende sterren. En ik minimaliseerde mijn... Zo. Kijk eens. Het is een spreukjesachtige tentoonstelling. Kijk eens. En dit ziet er ook heel magisch uit natuurlijk, hè. Maar het ziet er niet heel mooi uit. Dus we halen het gelijk weer weg. Oh, sorry. Ik haal alle glinsters weg. Waardoor ik ze weer opnieuw moet plaatsen. Zo. Klaar. Megavloer. Je kan ook gewoon een megavloer, want het ziet er ook niet uit... Dus ik dacht eerder aan een kleine wand. En waarom zouden we dat niet schuin plaatsen? Kan dat schuin? Is dat mooi? Even kijken hoe dat eruit ziet. Ja, ik ga gewoon eens kijken hoor. Want het moet er wel mooi uitzien. We kunnen wel iets... Niet iets neerzetten dat je denkt van... Dat zou ik dus niet neerzetten. Kijk. Even kijken hoe dat eruit ziet. Het ziet er wel leuk uit. Maar het is nog niet alles. Wacht. Dit is voor mij een te grote wand. Maar kunnen we wel neerzetten. Oh, dit ziet er leuker uit. Ja, ik ben helemaal verkocht. Ik denk dat dit het gewoon wordt. We hebben een muur gezet. En een magie is hier zo te vinden. Sterretjes in de lucht. En een wand op de achtergrond. Ja, ik vind dit gewoon... Dit is al een scène. Ik zou hier nog wel wat natuur willen bouwen. Kijk, een rails. Bloemetjes. Ik heb trouwens weer iets heel leuks ontdekt. Vertel Vincent, we willen het nu weten. Ik ga het jullie vertellen. Ik heb namelijk een nieuwe set gedownload. Vincent, je hebt ons verteld. Wat heb ik verteld? Je hebt ons verteld dat je geen sets meer zou downloaden. Maar toen kreeg ik een tip op het forum. Want dames en heren, jullie kunnen meer Rollercoaster Tycoon 3 parken zien op het forum van mij. Dan vind je ze op forum.nl. En we hebben nu al misschien in de tussentijd al meer dan 700 leden. Maar het is fantastisch. Echt heel leuk. En het is gezellig. En er zijn mensen en die bouwen zo verschrikkelijk mooie parken. En er zijn ook mensen die beginnen bouwen, maar gewoon hun best doen. En dat kan ik dan zien in hun creaties. En dan heb ik zoiets van, oh, het is zo mooi. Het is schitterend. Ja, dus echt waar. Complimenten. Als je op het forum zit en je hebt wat leuks gebouwd. Super cool. Ik vind het echt helemaal toppie. Ik vind gewoon helemaal toppie, joh. Ja, joh, ik vind het helemaal toppie. Gewoon doen. Gewoon neerzetten. Het leuke is ook, misschien leuk om te weten, ik zit in een opnamekanaal. En meestal joinen heel veel mensen om te luisteren wat ik aan het opnemen ben uit nieuwsgierigheid. En nou zitten er heel veel mensen op Teamspeak en ik ben gewoon aan het opnemen en niemand komt in dit kanaal. Ja, dus ik zit gewoon helemaal in mijn uppie, maar ik heb jullie. Ik heb jullie die nu de video kijken. En ik laat nu zien tijdens het praten wat ik heb gevonden. Maar het is Spices Evergreen. En mensen, als ik een set mag aanraden, is dit toch wel een prachtige boom. Moet je kijken, wat een prachtige heggenboom. En er zijn ook kleintjes, minis. Ik kan die neerzetten. Schitterende boom. Ja, misschien overdreven gereageerd voor mij. Maar echt een schitterende boom. En
Waarom heb ik deze niet meer geplaatst in het park? Want het is gewoon een schitterende boom. Ja, ik kan het vaak genoeg zeggen, maar het is gewoon echt een prachtige boom. En daar kan je een discussie mee over gaan, maar ik heb gewoon gelijk. Want dit is gewoon een super boom. Ja. En je kan ook nog kantelen en dan kan je er nog meer bij elkaar zetten. En dat is zo schattig. Nou, ik zet natuurlijk ook een paar langs de kant zo. Nou, dit is de scène. Dit is de... even kijken hoor. We hebben ook Spicy Small Tree. Maar die vind ik dan wat minder. Staat wel leuk. Staat leuk. Maar is niet de mooiste boom die er bestaat. Kijk, er zijn ook wel... je hebt deze ook. Die zijn ook wel aardig. Dat zijn die bosjes, weet je wel. Daar kan je er ook wel leuke dingetjes mee doen. En gekleurde boompjes. Dit ook hier zo. Kan een beetje eronder plaatsen zo. Ziet er hartstikke schattig uit. Dit zijn dan weer een beetje, dat zijn die grote bomen, die zijn nooit zo mooi. Dat zijn die beetje ugly boompjes. En dit zijn dan weer kleinere boompjes. Oh, dit zijn bloemetjes. Oh, wat schattig. Van die kleine tulpjes langs de weg. En die doen het hem ook, hè. Kijk, die doen het hem. Oeh, die doen het hem. Oeh, dat mooie bloemetjes. Oh. Zo, die gaan we neerzetten hier. Die gaan we zeker neerzetten. Dat is een schitterend bloemetje. Dat maakt het nog vrolijker hier. En ik maar beloven jullie dat ik hier niks meer zou bouwen. Ik maar beloven met mijn kop. Maar sowieso komen... Die bloemen zijn verplicht om daar neer te zetten, mensen. Dit is schitterend. Dit is schitterend. Ik ben nu al verkocht. En hopelijk zijn er nog meer van die bloemen. Oh, er komen er nog meer. Oh, dit zijn zo mooie bloemetjes. Je moet ze natuurlijk niet... Oh, nee, verwijder ik het. Wacht. Wacht, ik ga het goed fixen. Nee, niet op de baan! Ik kan hem nergens plaatsen. Ja, ik kan hem plaatsen, maar dan komt hij er doorheen. Oké, hij verdient daar een plekje. Rustig, we blijven rustig. Hier nog een tulpje. Ik ben helemaal verkocht als het gaat om zo'n tufferattractie uit de Efteling. Die kennen we allemaal wel. We mogen het best wel de naam een keer gebruiken. De oude tufferattractie. En dit is dan zoiets, hè. Dit is zoiets. Oh, schitterend. Dit wordt de beste thema gethematiseerde attractie. Daar gaan we gewoon persoonlijk... Ga ik persoonlijk voor zorgen dat dat gaat gebeuren. Heerlijk. Wat ben ik toch heerlijk enthousiast over dit. Want ja, dit is gewoon superleuk om dit te zien. En waarom groeit dit bloemetje op de baan? Dan maar zo. Ziet er natuurlijk niet... Je kan natuurlijk... Dat kan je niet maken. Dat kan je niet doen. Wat hebben we nog meer? We hebben nog meer bomen. Wat is dit voor een boom? Hij staat schuin. Ziet er wel leuk uit. En oh, hunebedjes. Oh, dat ziet er zo leuk uit. Kunnen we ook schuin zetten? Oké, ik zal niet overdreven meer. Nee, die stenen zien er raar uit. Maar we kunnen wel gebruiken voor natuurlijk thematisatie bij een rechtstuk. En dat is hier zo. Oh, wat leuk. Oh, die ziet er zo schattig uit, joh. Ja, joh, dit heb ik toen een keer gezien ook. Dit was hartstikke leuk en mooi. Het is hartstikke mooi dit. Een paar van die dingetjes plaatsen. Kijk. Je hebt nog verschillende bloemen. Mooie bloemetjes dit hoor. Ik weet niet wat dit is voor bloemetje. Maar dit ziet er ook fantastisch uit. Huppakee. Gewoon leuk om gewoon wat beplantingen hier neer te zetten. En ook een blauw bloemetje. Huppakee. Er zijn wel verschillende soorten bloemetjes hier neer. Schitterend. Moet er ook niet droog uitzien, weet je wel. Moet er wel gezellig uitzien. Ik beloof wel, aan het eind van de aflevering gaan we wel eventjes een onrijtje doen. Om te kijken hoe die twee scènes eruit zien. Uiteindelijk, want we zijn natuurlijk wel flink bezig met deze attractie. En het kost gewoon heel veel tijd om dit allemaal te thematiseren. En dat moeten jullie ook begrijpen, jullie jonge luidjes. Ik zie nog wel een streep in beeld lopen die ik gelijk ga oplossen. En dat is weer een verhoogde verschil. Wat is dit? Wat is dit hier? Is dit een takje? Dit is gewoon een onschuldig tankje hier in beeld. En dat leek net alsof er een kras zat op de baan. Zie je? Het leek net alsof het een hoogteverschil was. Rare bomen. Waarom staat die boom daar? Oké, ik laat hem gewoon staan. Maar ik ben er niet helemaal blij over. Maar we laten hem wel staan. Ik ga nog even doorbouwen, want het is nog helemaal geen tijd. Ik ga nog helemaal geen afscheid voor jullie nemen. Ik vind het water ook zo leuk dat je hier kan kijken. Ik vind het... Ja, het ziet er gewoon... De sfeer is hier leuk. Alleen er mist nog wel dingetjes hier in het water. Dan praat ik dus over beplanting in het water. En ik ga kijken of we dat kunnen vinden in mijn gethematiseerde set. Maar dan hebben we natuurlijk wel de waterbladlelie dingetjes. Dus er waren gewoon de waterlelies. Om het gewoon niet te moeilijk te noemen. En ik wil gewoon een paar plaatsen.
Ik draai er een paar tot er een paar bij elkaar staan. En ik plaats hier ook nog een paar bij, dat het niet zo'n armoedig zooitje bij elkaar is. Dat er gewoon wat een paar bij elkaar staan. We hebben er nog meer. Want je hebt niet alleen waterlelies, maar je hebt ook... fijn, ze zijn ook zo mooi, hè. Daar kun je zulke mooie dingen mee doen. Kijk, je zou hier ook gewoon... Ja, eerst kijken hoe het eruit ziet. Oh, dit ziet er ook wel gaaf uit, vind ik. Ik krijg de kriebels van dit project. Ik krijg de kriebels. Oh, dit ziet er schattig uit. Schitterend. Niks meer aan doen. Ik pak die vines. Die vines passen overal op. Daar kun je er fantastische dingen mee maken, joh. Bijvoorbeeld hier zo. Kijk. Schitterend. Ja hoor. Scheikerwijd. Die ziet er gewoon hartstikke goed en professioneel uit. Ik zou gewoon niks meer aan doen. Huppakee. Een beetje daar thematiseren. En dit is allemaal plat gethematiseerd. Hè? Dit is allemaal van deze kant ziet het er ook wel leuk uit. Dan moet ik even kijken welke kant. Kijk, als bezoekers hier lopen is het gewoon... Ziet er gewoon hartstikke leuk uit, dit stuk. Ik ben er gewoon tevreden over. En als jullie er niet tevreden over zijn, dan hoor ik het in de comments. Als jullie een tip hebben, zijn altijd welkom mensen. Daar ben ik ook niet de moeilijkste over. Maar dit ziet er fantastisch uit. Dit is echt... Ik kan met zekerheid zeggen, dit is het mooiste wat ik ooit heb gethematiseerd qua... oude tufferstijl natuurlijk. En dan praat ik echt over de tufferstijl. Oh, deze plant haal ik weg. Want dit is natuurlijk wel de tufferstijl waar ik het over heb, hè. Laat daar geen misverstand over staan. Misschien moet ik die rand hier... Het kan wel op zich. Kan ik wegwerken met wat bosjes. Is ook niet zo'n ramp. Ik had liever gehoopt dat er nog wat van die... andere versieringen bij zaten. Oh, de negere twee rooien naast elkaar mag niet. Dan maak ik hier snel gele bloemen van. Gele tulpjes. Geef die tulpen voor Chandra. Want de roosjes zijn op. Voel me nou wel wat veiliger. Ik weet ook niet wat ik zing, mensen. Moet me niet kwalijk nemen, hoor. Want het is gewoon heerlijk om gewoon even een beetje met afleiding rollercoaster te spelen. Kijk, en nu zie je de streep niet meer. Ook van deze kant zie je hem niet meer. En van die kant niet meer. Yes. Problem solved. Gewoon wat persoonlijke bomen daar. En ja, het mag hier niet te vol worden. Maar het heeft wel een sfeertje. Het heeft wel een sfeertje. Ik vind van wel. Ik sla hem op en we gaan in de attractie zitten. Want ik heb beloofd om even die twee sets aan jullie te laten zien. De twee decoraties. Ik ga erin zitten en veel plezier. Daar gaan we. Ja, ik weet dat ik dat hoekje moet fixen. Oeh, dit is zo leuk. Ik vind het nu al leuk. Ja, ik wist al hoe het eruit ging zien. Hier is nog een beetje kaal, dat klopt. Daar ben ik het volkomen mee eens. Maar dit is toch heerlijk als je met je kind hierin zit. Ik weet niet of het stuurbaar is met dat stuur. Maar dit is echt heel gaaf, dit. Ja, leuk dit. Kijk, er komen nog meer... Oh, maar één tractortje rijdt er. Ja, dit is superleuk. En als je hem ook ziet rijden hier... Moet je kijken wat een leuke tractortje is. We gaan de kleur wel veranderen. En ik denk dan gelijk aan een Disney-stijl. Voordat we de video echt... terminaal afsluiten. Oh, dit ziet er niet mooi uit. Een truc is... Nee, geel ook niet. Zullen we gewoon een roze doen? Zullen we gewoon Disney kleuren doen? Ik vind dat wel. Gewoon keiharde Disney kleuren. En hier doen we dan... Kijk, als we dit blauw doen. Ik weet niet, is dit echt roze? Of is het zo fake roze? Deze. Oh, dit is Disney stijl. En dan doen we de banden doen we het zwart. Oh, dit is verschrikkelijk leuk. Nou, zo gaan deze karretjes door het leven. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Geef vooral een groen duimpje. En vooral een groen duimpje voor deze gave attractie. En tot de volgende keer bij een nieuwe video van Rollercoaster Tycoon nummer 3. Ajuu!